Eloise van Oranje, momenteel in New York voor een stage, blijft actief betrokken bij de kledingzaak My Lima Lima, die ze samen met haar moeder prinses Laurentien heeft geopend in Den Haag. Ondanks de fysieke afstand vertelt de influencer aan RTL Boulevard dat ze zich volledig inzet voor de online aanwezigheid van de winkel. Voor haar voelt de zaak als een babytje waar ze nauw bij betrokken wil blijven, zelfs vanuit het buitenland. Het idee voor de winkel ontstond volgens prinses Laurentien vanuit haar eigen kledingkast, waar ze besefte dat veel kledingstukken ongebruikt bleven. De samenwerking tussen moeder en dochter verloopt volgens beide uitstekend, waarbij ze veel van elkaar leren. Eloise benadrukt het plezier dat ze beleeft aan het samen in de winkel staan. De kledingzaak lijkt een vliegende start te hebben gemaakt, zoals prinses Laurentien aan het AD meldt. Ze geeft aan dat het fantastisch loopt en dat het grootste deel van de opbrengsten naar goede doelen gaat. Na slechts 12 dagen open te zijn, kan de winkel al €20.000 doneren aan de goede doelen waarmee ze samenwerken, waaronder Kids Rights, Everyday People en het Jeugdeducatiefonds. Laurentien benadrukt het nauwe contact met deze goede doelen, waarbij ze de hulpvragen in overweging nemen en de opbrengsten eerlijk verdelen. De betrokkenheid van Eloise, zelfs vanuit New York, onderstreept het belang van de kledingzaak als een project dat niet alleen commercieel succes nastreeft, maar ook een positieve impact wil hebben door bij te dragen aan goede doelen.